dat speelboosje heeft het thema van het liedje wat ik voor Salome's Dance heb bedacht. Oké, okay. Ga je het openen? Ja, het is een zelfgemaakt dingetje, een beetje. En eigenlijk, er is op een gegeven moment een scène in dat stuk, en daar heb ik het speeldoosje eigenlijk voor gemaakt, waarin Herodes vraagt dus aan Salome om voor haar te dansen, of voor hem te dansen. Maar Salome, die heeft daar helemaal geen trek in. Die denkt, ja, die vieze schoon pa, want dat is die. Daar heb ik geen trek in om voor hem te dansen. Maar hij wil dat heel graag. Want hij vindt daar gewoon, ja, eigenlijk geldt hij gewoon een beetje op haar. Dat is gewoon, daar komt het gewoon op neer. Dus hij zegt, nou, als je doet, dan krijg je alles wat je wil. Krijg je van mij. Dus, nou, Salome denkt daar een tijd over na. En die denkt, die doet het. Die danst voor Herodes. En uiteindelijk zegt Herodes, nou, vraag me wat wil je hebben. En zij zegt het hoofd van Johannes de Doper. Maar dat is dus natuurlijk nou juist eigenlijk hetgene, het allerheiligste van het allerheiligste wat hij niet wil geven. Dus hij begint ja, allerlei alternatieven te verzinnen voor, ja, om maar haar te overtuigen dat het hoofd van Johannes, dat het gewoon niet is. Dus ja, hij zegt dat hij heeft smaragden, hij heeft robijnen, hij heeft juwelen, schitterende juwelen, een parelsnoer met 4 rijen parels. En de parels lijken op volle manen, aaneengeregen door een zilveren lichtstraal. 50 manen, gevangen in een net van goud. 2 soorten amethyst. 1 is donker, als wijn. De andere is rood, zoals wijn aangelengd met water. Gele topazen, als de ogen van tijgers. En rode topazen, als de ogen van woudduiven. En groene topazen, als de ogen van katten. Opalen die eeuwen gloeien als een vlam van ijs. Opalen die de menselijke geest droevig stemmen en bang zijn voor de duisternis. Onyxen die lijken op de pupillen van een dode vrouw. Maanstenen die verkleuren wanneer de maan verkleurt. En bleek worden wanneer ze de zon zien. Shining through clouds.
Jesus fails.